Laat me dit van zeggen. Wij hebben een verantwoordelijkheid in dit land voor onze leerlingen of studenten. En wij gaan proberen de leerachterstanden via een aantal projecten op te pakken voor in de buurten waar het nodig is. En als leerkrachten en ouders niet willen meewerken, zullen ze maar die achterstanden zich hun verantwoordelijk kunnen nemen. Maar wij gaan door voor de gewilligen die willen meewerken. We moeten iets gaan doen. We hebben COVID gehad. En daar heb je de naeilen nog van. We hebben de doorstroming gehad die gratis was. Zijn mensen in de problemen gekomen die achterstanden hebben. En we zien dat aan een aantal toetsen die we nu hebben, de diagnostische toetsen. En wij gaan nu voorstellen doen om op momenten waar het natuurlijk traditioneel vakantie is, et cetera, moeilijke tijden, toch iets te doen voor de kinderen. En dat is een experiment die we gaan opzetten. Daar zijn een stukje vrijwilligheid is erbij. En voor anderen. En als er ouders zijn, ik zie een aantal leerkrachten posities nemen. Het komt uit een bepaalde hoek hoor. Want ik kan me niet voorstellen dat Surinamers zo'n voorstel negatief zouden moeten bejegenen. Het kost geld, het kost de staat geld. Maar we gaan moeite doen om in die vakantieperiode toch een beroep doen op leerkrachten, ouders en leerlingen om iets te doen met die achterstanden, zijn onacceptabel. En dat soort zaken pakken we op. Na 1 januari gaan we structureel veel meer gaan inzetten in de middagscholen. Dus 1-3, om hulp te bieden in een aantal gebieden. Je moet iets gaan doen, zo kan het niet anders. En ik begrijp het, er komt wat oppositie. We zullen kijken per situatie. Ik dacht dat vrijdag er een persconferentie is gepland, waarbij de directeur Poessen van het voortgezet onderwijs en lager onderwijs, AVO, algemeen vormend onderwijs, precies gaat uitleggen wat er aan de hand is, hoe we het willen inzetten en wanneer. En dan kunnen jullie daar gerichte vragen stellen. Maar het is belangrijk dat het ministerie nu een beetje wat maatregelen gaat nemen om die leerachterstanden te beperken. En dat gaan we dus doen en dat gaat met slag en stoten, maar wij zijn er gewoon, we staan ervoor, we gaan ons werk gewoon voortzetten. Dat gaan we bekijken. Je begrijpt dat niet alles is gratis, maar dat zullen we vrijdag rustig uitleggen. Ja. Hoe zal aangepakt worden in het binnenland ten aanzien van de leerachterstand? Nou, dezelfde manier dat we mensen hebben getraind, dat we extra uren, en het is zelfs makkelijker in het binnenland waar de leerkrachten daar zijn, dat ze veel meer uren gaan maken om met de kinderen te werken. Een paar van ze zijn hier geschoold. Extra trainingen gevolgd om in die vrije uren later op de dag of in de weekenden te helpen met de kinderen. Dat zijn allerlei modaliteiten worden uitgewerkt met de leerkrachten lokaal op binnen de dorpen.